Hallo, mijn naam is Lisa. Ik ben 24 jaar oud. Ik studeer evenementenorganisatie op het Noorderpoort, kunst en multimedia. Ik ben tweedejaars op dit moment. Ik maak me vooral zorgen om het werkgelegenheid, vooral in mijn sector. De evenementenbranche is natuurlijk flink geraakt door de corona. Waardoor eigenlijk al onze stages gewoon zijn gecanceld. En de derdejaars, ik denk ongeveer de helft van de derdejaars geen stageplek hebben. En dat is heel vervelend, want onze toekomst ziet er eigenlijk heel vaag nu op dit moment uit. Want we weten niet hoe lang corona gaat duren. En daardoor wordt het voor ons ook een stuk moeilijker om een toekomst in het evenementensector eigenlijk te zien. Ik snap natuurlijk dat het vooral gaat naar het zorg en al die dingen. Maar ja, wat gaat gebeuren met met de hele evenementensector? Want er zijn tientallen ook ZZP'ers die natuurlijk zonder werk zitten. En zijn wij dan ook een onderdeel van als wij afstuderen over ongeveer een jaar of anderhalf jaar? En wat gaat er gebeuren met verder in de toekomst? Hoe worden evenementen georganiseerd? Is er überhaupt al iets bedacht in het hele voor het hele evenementensector? Dus ik ben heel benieuwd van hoe zien jullie eigenlijk het hele evenemententoekomst? Hoe zien jullie dat voor je? Want er zijn echt gewoon heel veel mensen geraakt in deze sector en bij nu als studenten ook, want al onze stages zijn gecanceld. We hadden een bevrijdingsfestival. We hadden natuurlijk Oerol waar we naartoe zouden gaan. Heel veel stages die gewoon niet door kunnen. En ik heb het gevoel dat er niet echt naar gekeken wordt. Omdat ze denken dat het niet belangrijk is. Maar wij als studenten staan dan stil. En wij kunnen onze praktijk niet doen. Omdat het gewoon eigenlijk niet is. En dat vind ik heel erg jammer. Dus ik hoop dat er vanuit jullie eigenlijk gewoon een oplossing komt. Of hoe zien jullie dat voor je? Van, hoe zien jullie de toekomst van alle evenementen voor je? Van, wordt het dan, ja, hoe dan?